Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Bert Mulder en Thomas Ollier. Welkom Bert, welkom Thomas. Dankjewel. We gaan zo'n 40 minuten vullen over dat kleine flesje goud wat daar staat. Ja. Voor mij het rechter flesje. Ja. We gaan het hebben over sojasaus, gemaakt in Rotterdam. Dat is een thuiswedstrijd voor je. Waar ik ook vandaan kom, zeker. Vertel. Sojasaus. Waarom is jullie sojasaus zo belangrijk of zo bijzonder? Ja. Vertel. Ja, we kunnen 100 verhalen vertellen. Dat is eigenlijk het punt. Laat ik in ieder geval, als ik aan sojasaus denk, dan denk ik vooral in de traditie van het oosten. Ja. Dus toen ik voor het eerst hoorde van deze sojasaus, die vooral bijvoorbeeld ook in sterrenrestaurants gebruikt wordt. Ik heb het voor het eerst in het Rijks in Amsterdam bijvoorbeeld mogen proeven. Toen ze zeiden van dit komt uit Nederland en dit komt uit Rotterdam, dan had ik dat echt nooit gedacht. Hè? Want de traditie is meer sojasaus, komt uit het oosten. Dus hoe komen twee Rotterdamse ondernemers bij het idee om sojasaus te gaan ontwikkelen? Vooropgesteld zeg maar dat voordat dit allemaal begon, was het ook gewoon sojasaus was iets wat er gewoon was. Het was niet iets waar we bewust mee bezig waren of waar we heel erg, ja, het was er gewoon, weet je wel. En dat de vraag die je me nu stelt in één keer 100 verhalen bij me oproept, vertelt wel iets over wat er de afgelopen 5, 6, 7 jaar gebeurd is. En ja, hoe dit is ontstaan. Het is voor mij begonnen toen hij aan mijn keukentafel kwam zitten van ik wil sojasaus maken, wat echt volledig uit de lucht kwam vallen bij mij. Maar het is er zit een wat langere historie aan voordat dit alles op zijn plek viel en dat die vraag in één keer relevant werd voor ons. Nou, dan ga ik toch even naar Thomas. Thomas, ja. Waarom kwam jij daar aan die keukentafel met het idee sojasaus? We gaan iets met sojasaus doen. Als ik het kort moet vertellen, ik zag een keer op een zondagmorgen op een Discovery zag ik een programma, het heet Crazy Foods of America. En daar kwam een blonde Amerikaan voorbij en die maakte op bourbonvaten sojasaus. En dat raakte mij. Alles. De barrels, het fermenteren, de brouwerij. Ik ben zelf, van origine ben ik bakker in het Rotterdamse. En dan zie je dat er met jouw basisgrondstoffen hele andere producten gemaakt wordt, maar in het hart wel fermentatie. Maar wat ik misschien wel het allerbelangrijkste vond is waar in mijn vak tijd altijd je grootste vijand is. Was het daar? Iedere dag moet het brood gebakken worden. Ja, en als je aan het eind van de dag niet verkocht hebt, dan moet je het weggooien. En dat gaat ook tegen al je gevoel in, want je bent iets heel moois aan het creëren en dan moet het weg, want het is oud. Weet je wel, want dat heeft de markt zo gecreëerd met elkaar. Hebben we met elkaar zo gecreëerd. Daar zag ik ineens iets heel moois. Ik zag die barrel waar ik op slag verliefd op was. Ik was altijd al, had ik heel veel met brouwen. Maar ja, dat zei eigenlijk iets heel anders. Dat zei eigenlijk veel, tijd is niet mijn vijand. Tijd is mijn vriend. En ik zag dat en dat raakte me zo. En ik ben eigenlijk op stel gesprongen. De dag daarna ben ik naar Amerika gevlogen. En ik heb 2 dagen daarna, want ik kon niet vanuit dat rechtstreeks. Dat is ook de andere kant op dan ik zou denken. Hè? Sojasaus denk ik toch meer naar het oosten, maar jij vloog dus naar Amerika. Ja. En dat klopt helemaal. Ik ben naar Amerika gevlogen om een eeuwoude traditie uit Azië over te nemen. Alleen wel op een hele andere manier, dat wel. En Ik vind het waanzinnig dat ik hier mag zitten en ik vind het nog gaver dat we echt een tastbaar product hebben wat dit allemaal teweeg brengt. Maar dat is in de begin absoluut nooit, het was gewoon, kunnen wij het maken? Ja. Alleen wat er wel bij kwam, en dat wil ik wel van het begin af aan, is dat ik het echt allemaal zelf wilde doen. Dus autonoom. En dan gaan we echt heel ver in. Dus de grond, de zaad, de teelt. Alles zelf. Daar gaan we zo meteen verder op door. Maar gewoon even het. Kijk, voor jou zijn dat woorden die bij broodbakken komt dat voor. En ook bij sojasaus maken. Fermenteren. Misschien, hè, wie van jullie kan even goed toelichten. Wat is nu precies fermenteren? Fermenteren in basis is niks anders dan een enkelvoudige suiker die met behulp van een gist wordt omgezet in alcohol. Koolstofdioxide in alcohol. Dat is in basis.
En dat kan je nog veel breder trekken. Als je ook naar een ander proces gaat kijken die simultaan gaan. Wat wij dus creëren met het maken van soju. Want dan ga je simultaan ook het afbreken van eiwitten en aminozuren. En daar ben ik heel erg geïnteresseerd in. Maar dat is in feite wat fermentatie is. Niet meer en niet minder. Ja, en als we het iets minder scheikundig, dan is het de natuur. Er komt leven uit de grond. Dus de grond is belangrijk. Er komt leven uit de grond. Voor mij is, dat vind ik heel leuk, voor mij is fermentatie het hart van het leven. Ja. Dus als je de circle of life neemt, je wordt geboren, je gaat groeien, je wordt ouder, je wordt ouder en dan sterf je. En dan komt het belangrijkste proces, het verrotten, het fermenteren. Dat is het, hè? Dus daar zit het, hè? Ja. Het verrotten. Het fermenteren is een natuurlijk proces voor afbraak. En wat heel veel mensen niet weten is dat ze producten eten waar zogenaamd vitamines in zitten. Maar als dat geen gefermenteerd product is, dan zijn vitamines en mineralen vaak gewoon gebonden en kan niet eens opgenomen worden door het menselijk lichaam. Dus daar zeg je wel een heel belangrijk iets. Kijk, steeds meer fermenteren is in nog een hele kleine kring, maar is dat wel steeds meer bon ton. Omdat we steeds meer last krijgen van onze darmen. Omdat we alles eten uit de koelkast en wat eigenlijk niet die circle of life heeft doorgemaakt. Of bijvoorbeeld bij brood. Nou ja, dat bijna niet veel bakkers nemen nog de tijd voor heel dat proces. Dat die fermentatie ook echt even de tijd krijgt. Terwijl dat voor onze gezondheid absoluut een heel belangrijk onderdeel is. Het is een feit, hoe langer je fermenteert, hoe beter het voor het lichaam is. En omdat uiteindelijk, als je fermentatie volledig zijn werk laat doen, wordt echt alles afgebroken tot de bouwsteentjes. Dus als je bijvoorbeeld naar eiwitten gaat kijken, wordt het zover uitgebroken dat je tot aminozuurniveau gaat. En dan kan het lichaam het opnemen. En ja, ik ben heel geïnteresseerd in die bouwsteentjes. Want als je die weer opnieuw op gaat bouwen, kan je hele bijzondere smaken creëren. Jij zit daar met dat goede idee aan die keukentafel. Yep. Komt bij jou terecht. En uiteindelijk zijn jullie gekomen tot een boer, de bakker. Jij, en dus hoe hebben jullie een team gebouwd? Het is wel heel leuk, want toen hij dus terugkwam uit Amerika, toen zat hij bij mij aan de keukentafel. Wij zijn zwagers, dus vandaar de keukentafel. En hij opende het gesprek met de zin, ik wil een entertainmentbedrijf in graan en peulvruchten. Kedenk. Exact. Dus, en dat was zeg maar van de bakker die hij in mijn ogen was en is, was dat nogal een grote stap. En, maar ja, toen kwam de hele ontplofte de sojasausbom in mijn gezicht. En ja, ik ging googlen en het was er niet. En waarom dan niet? Het was er niet, sojasaus is er wel. Alleen niet op die manier in Europa. We zijn letterlijk de enige. Er is nu één gast in Berlijn die het ook op een relatief kleine schaal doet. Ja, nog even op die manier. Hè? Dus wat is die manier? Nou ja, eigenlijk dat er gewoon de basis die we nemen. In eerste instantie begint het dus in de bodem. Dus gewoon het kunnen telen van je eigen gewassen op je eigen percelen. Dat is al iets wat vrijwel niet gebeurt in de wereld. En dan, dat heet dan de keizerlijke methode. Dat heeft heel erg te maken met een natuurlijk fermentatieproces, wat niet versneld of gecontroleerd wordt, enzovoort, enzovoort. Nou, en dat die grond goede kwaliteit heeft, hè? Want daar begint het. Ja. En heel veel grond is uitgeput, te vaak gebruikt. Ja. Dus die grond, daar zit eigenlijk het leven in. Dat klopt. En dat, om even terug te komen bij je vraag, dat is ook vanuit toen we zoiets hadden van, dit kan wel eens iets bijzonders zijn. We werden er in ieder geval, inmiddels was Piet, de bakker, inmiddels brouwer, was ook aan boord. Die had die eerste meegetrokken in zijn overtuiging. Daarna kwam ik. En toen hadden we al vrij snel met z'n drieën van, dit kan wel eens wat worden. En moeten we zuinig op zijn. En geïnspireerd door Franse wijnhuizen enzovoort van, als we dit goed willen doen, dan moeten we ook zelf die eigen grond hebben. En toen begon de zoektocht naar een boer. En zo is zeg maar het bedrijfje ontstaan. Niet in eerste instantie dat we al gelijk het idee hadden om een bedrijf gingen starten, maar meer gewoon het vriendenverbond, zeg maar, met z'n vieren gaan we dit proberen. Toen hadden we een boer, twee voormalige bakkers en ik. En toen waren we in één keer boerbakker Bert. Dat was in één keer een soort van zolderkamer idee. In business, want zo heet het bedrijf nu. Ja, letterlijk. Ja. Maar dit was 2014-15 als ik het uit mijn hoofd zeg. En we hebben het bedrijf pas in 2018 opgericht. Maar al die tijd werden er wel zeg maar gewoon... Het projectnaam, het koosnaamtje is gewoon de naam van het bedrijf geworden van de moeder. En het Tommaso is daar een merk wat eruit voortgekomen is. Ja, en het hebben van die vier maakt dus inderdaad dat we ook die vragen die je net aanhaalt kunnen stellen. Over wat is er voor nodig om een goede sojaboon in de Hoekse Waard te laten groeien. En als we dan gaan kijken, waar groeit die in de bodem? Daar begint onze tocht dus. Dus hoe krijgen we de beste bodem binnen de regio waar wij wonen? Ja, daarom vind ik dit zo'n actueel gesprek. Want
Jullie zijn nu 2 jaar bezig. Ik denk dat dit zo de toekomst gaat worden ook over denken over onze producten. Dat we beginnen zeg maar bij de bodem, de basis, in plaats van ergens op het eind. Maar jullie hebben daar ook een hele mooie tak wat ik daar nog wel over wil zeggen, voor mij, ik kom helemaal niet uit de voeding of zo. En ik kwam hierin en voor mij, wat je net zegt van ja, je begint in de bodem, dat is toch logisch? Weet je wel? Maar het is dus niet logisch. Nee, het is, maar ik denk wel dat we in de toekomst zo gaan denken. Ja, dus jullie zijn daarin, vind ik, echt innovators. En daar vind ik het ook heel interessant om met jullie dit gesprek aan te gaan. Ja. Dat jullie filosofie al is, hier moet een boer bij. We moeten terug naar de grond. En hoe goed is onze grond? Ja, het grappige is dus, en daar hebben we heel veel gesprekken ook over, van hetgeen wat wij doen is in de basis heel simpel. Het is gewoon eigenlijk natuurlijke logica. En daar kun je niet mee in discussie, wat ons betreft. Dus, nee, klopt. En jullie filosofie, iedere keer krijg ik ook soundbites. Dat willen jullie, keep it simple. Hè? Ja, dus dat is ook. Keep it stupid simple. Ja, dat is ook echt wat jullie beschermen, zeg maar. Ja, ja ik, daar ga ik niet tegen. Dat is, maar dat klinkt ook weer zo simpel. Maar ik weet ook als ondernemer, en zeker, dit is zo booming. Dan zit er zoveel noise om je heen. En mensen focus willen vast investeren in dingen. En mensen zijn daar waardoor je afgeleid, maar jullie blijven keep it simple. Ja, tunnelvisie. Ja. Bewust. Ik hoor net aan, vind ik heel. Kijk, wij zijn denk ik net 2 jaar commercieel bezig. That's it. Terwijl we nog nooit zelf eigenlijk zelf startschot. Dat is met toeval gebeurd omdat de chef het oppikt en die gooide het gelijk op social media. We hadden nog geen eens een bedrijf. Welke chef? Dat was Edwin Vink van de Kromme Watergang. En die postte het, die kreeg het via een vriend van ons en die postte het. En we waren vertrokken. Terwijl wij nog aan de keukentafel zaten met we zijn nog aan het creëren. Met de handetiketten. En sindsdien hebben we nooit meer teruggekeken. Nee, maar chefs, dus topchefs, die worden een beetje helemaal gek van jullie producten. Dus omdat het zo goed is, toch? Ja. Het zijn geen plekken waar we vaak kwamen, maar inmiddels zijn we. Ik vind het best moeilijk. Ja, ik heb er heel veel moeite mee om te claimen dat iets heel goed is of wat dan ook. Omdat smaak iets heel persoonlijk is. Kijk, het enige waar ik me altijd aan vast probeer te houden is aan de nuchterheid van de grond en de barrels. Dat geeft me een bepaalde rust bij. De barrels is? Gewoon letterlijk de barrels waar we in fermenteren. Dat zijn whiskyvaten. Zijn whiskyvaten uit Schotland van 30 tot 50 jaar oud. Dat geeft ook die specifieke smaak. Die zijn nog doordrongen van de whisky, omdat ze nog geen 4 weken geleden gebotteld zijn in whisky. Oh, dus er zit ook een beetje whisky. Nee, 100% zeker. Ja, in die 3 jaar tijd gaan we elke druppel die daar 30 tot 50 jaar gaan we er helemaal uit. Halen. Maar we zijn dus net 2 jaar begonnen, maar het is al bijna weer 10 jaar dat we bezig zijn. Er zit zo'n voortraject in aan van onderzoek en testen. Alleen al, en dat vind ik wel leuk om te vertellen, keep it stupid simple. Voor ons is het basisidee heel simpel. Je hebt je eigen grond en dat doen wij via regeneratieve farming, want wij willen de grond weer naar basiswaardes brengen zoals het ooit was voor de industriële revolutie. Maar dat doe je ook niet. Ook cruciaal, hè? En dat, ook echt goede kwaliteit, goede smaak, en dat gezond je leven, ja, moet je daar inderdaad naar terug. En dat doe je niet in 1 jaar. We zijn nu al met sommige velden op het 9e of 10e jaar. Hè? Dat noemen we dan 10e of 9e generatievelden. Ja. En daar komen we nu op waardes die gewoon ongekend zijn voor gebieden waar wij zitten. Hoe kwamen jullie aan die visie? Wie had die visie? De laatste jaren hoor je steeds meer over die grond. Maar dat jullie 10 jaar geleden dat het al dat hadden. Ik denk dat de vraag. En we zijn toevallig, en jij zegt vaak van in de woestijn vind je elkaar snel. We zijn gewoon bij de juiste, en de boer was er daar één van, die al vrij snel op waardeniveau connecten op de een of andere manier. En uiteindelijk is het gestart met de vraag, dat was onze zoektocht naar boeren, van kun je telen op kwaliteit en niet op kwantiteit? En het hele systeem is gericht op gewicht. En de boer die nu inmiddels bij ons in het bedrijfje zit, die heeft diezelfde vraag gehad, alleen die is met een ander vertrekpunt. Die is op zoek gegaan naar hoe krijg ik de meest smaakvolle aardappel? En die kwam bij hetzelfde antwoord de bodem uit. Dus vanuit die hoedanigheid was het al heel snel beslecht dat we op hetzelfde pad zaten. Dus we hadden heel veel mazzel dat die boer toevallig ook letterlijk in de achtertuin bij ons zat. En op die manier vind je elkaar heel snel. En daarna is het een soort rabbit hole geweest waar we in zijn gestort, waar we nooit meer uit gaan komen hopelijk. Maar is dat ook al, als bakker, zat jij ook al zo in de wedstrijd? Of is dat? Kijk. Ik wil proberen antwoord te geven op je eerste vraag over. Kijk, wat ik heel apart vind is dat ik
Je hebt een idee, je hebt een gedachte. En de wereld maakt het groter dan ik zelf ooit had kunnen voorspellen. En ik zal nooit vergeten dat wij bezig waren met de selectie van de sojaboon. He, er zijn, even uit mijn hoofd, een 7700 soorten sojabonen over de wereld. Maar welke zou het kunnen doen in de Hoekse Waard? Nou, ik zal nooit vergeten dat ik de eerste vraag die ik stelde, ja, ik wil hem non-GMO. Toen viel gelijk ruim 7000 bonen viel af. Toen bleef er nog even maar... uitleggen hoor, want wat het is. Non-GMO, dat is dat het niet genetisch gemodificeerd is. Ja, en... wat bijna alle sojabonen zijn en sowieso ook steeds meer gaan. Toch? Ja, en dus het bleef er nog 200 over. En toen ben ik fantastisch geholpen door de Universiteit van Wageningen. Christen Visser, dat is dan afdeling in Flevopolder. Daar hebben we op stukjes van 2 vierkante meter zijn we er 34 potentiële zijn we erin gaan zaaien. Er zijn er uiteindelijk 3 overgebleven. En die zijn we toen dat jaar erop in de Hoekse Waard zijn we die op hectares gaan wegzetten. Nou, dat was echt het Wilde Westen, want we hadden meer onkruid dan sojaplanten. Maar toevallig hebben we vorige week, voor het 5 jaar op rij een succesje, hebben we sojabonen geoogst in de Hoekse Waard, die echt van hele goede kwaliteit is. Ja, en geen Roundup erover gooien. Dus dat is daar ben ik ook wat, als er dan te veel onkruid is, dan worden natuurlijk pesticiden overheen gegooid. De oogst van vorig jaar, oktober was vorig jaar heel erg nat. We hebben de oogst van vorig jaar verloren, omdat wij hebben 3 dagen droogte nodig. En het heeft toen heel veel geregend. Ze hebben schimmel gekregen en we spuiten niet. Dus de oogst van dat vorig jaar is verloren. Maar we hebben altijd dubbel ingezaaid. Nou, dat hebben we dit jaar ook weer gedaan. Als je dan slaagt, heb je voor 2 jaar. Dus dat is dit jaar extra spannend of het zou lukken. En gelukkig hebben we vorige week schitterend weer gehad. Dus we hebben hele mooie foto's kunnen maken en een fantastische oogst. Maar ik zal nooit vergeten dat ik met Christen Visser afsloot en dat hij me beet pakte. Hij werd bijna een beetje soort met emotioneel. En daar schrok ik heel van. Want hij zei van, joh, je bent de eerste ooit die denkt vanuit de grond. Ja, maar dat heb ik ook, hè. Dat is echt zo uniek en zo de toekomst. Dan zit je met je, ja, ik noem het Rotterdamse, maar met je boerennuchterheid, ja. Zit je in de auto terug en hebben ze iets van, de eerste, die man is in de... hoe kan ik... Dan krijg je ineens een soort kortsluiting. Van, hoe kan ik daar nou de eerste zijn die en zoiets... En komt dat dan vanuit jouw bakkerskant? Of hoe kwam dat... Want ik zei, 10 jaar geleden is best uniek om zo te denken. Je denkt circulair en dat denkt, nu is dat steeds weer common sense, maar 10 jaar geleden echt niet. Nou, ik heb altijd van... Dan gaan we niet vragen hoe dat... Nee, dat zit gewoon in me. Ik heb altijd wel geloofd dat er een hele duidelijke correlatie is tussen gezonde voeding en een gezond, maar ook een gelukkig leven. Want ik ben ervan overtuigd dat als voeding veel meer een centrale plaats zou krijgen, en ik kom graag in België en in Frankrijk, dat als je ook weer de tijd zou nemen van alleen al voor het kauwen. Gewoon het kauwen van voeding. Daar moet je eens over nadenken. Nee, dat is, als je mensen zijn met lijnen bezig en gezondheid. Maar ik zou ze willen voor. Nou, ik zal nooit vergeten dat ik met hem voor het eerst keer een hamburger ging eten. En toen was ik nog mijn cheeseburger aan het uitpakken. En hij had hem achter zijn oren zitten in 3 happen. Dat is inderdaad. Bijvoorbeeld 30 keer kauwen. Dan gebeurt er heel wat anders met het hele spijsverteringskanaal. Niet een van mijn kernkwaliteiten. Dan hem erin gooien, zeg maar. Nee, want in de mond, juist met die sterke enzymen die erin zitten, gebeurt er al heel veel voorwerk voor die vertering. Dus ik heb er altijd in geloofd. En ik in mijn vak... Ik merkte dat ik steeds meer kennis over mijn basis kwijt ging raken. Omdat je steeds meer, omdat alles om rationaliteit gaat. En dan is automatisering heel belangrijk, want je moet productiviteit halen. Maar als je gaat automatiseren, dan moet je ook rationaliseren. Maar dan gebeurt er nog veel ergens. Dan moet je gaan standaardiseren. Ja, dan moet de barcode op kunnen. Ja, want je kan niet automatisch... Dat is gewoon een beetje het hele proces zoals we denken. Want je kan namelijk niet automatiseren met natuurlijke grondstoffen. Ja. Dat kan alleen maar als je een standaardisatie in die grondstoffen weet te creëren. En daar is bij mij de zoektocht gekomen. Want mijn rationele gedachte zegt van dat natuurlijk en constante kwaliteit in zo'n proces gaat niet samen. Als je ziet wat wij nu met grondsamenstellingen, met weer beïnvloeden, met regen, wat het een impact heeft of wat voor soort eiwitje, dat is ongekend. En dus toen Christen Visser dat tegen mij zei, toen was ik echt wel shock. Want het is nu 10 jaar later of 7 jaar later dat ik pas zijn opmerking langzamerhand ga begrijpen wat hij toen ooit bedoelde. Maar toen had ik echt zoiets van, dat ging zo tegen mijn logica. Ja, tuurlijk begint het in de grond. Maar dat heb ik in de afgelopen 7 jaar met vallen opstaan. Met een universiteit. Niet alleen hij, ook Leuven, Gent en nog een paar van die partijen. Maar ook met onze boer Jeroen. Ja, ga ik zijn opmerking steeds beter begrijpen. Ja.
Nou, je laat ook vallen het goede leven. We zitten hier bij de filosofische school. En daar filosofeer ook regelmatig over wat is nu het goede leven. En is het goede leven intensieve landbouw? En inderdaad niet meer accepteren de invloeden van het weer, van de natuur. Dus daarop anticiperen. En wat eigenlijk zo uniek is, jullie anticiperen eigenlijk op de natuur, in plaats van dat je de natuur dwingt van jij moet je zo gedragen. Je hebt laatst wel eens tegen mij gezegd, die is wel bij mij blijven hangen. Zeg maar, van we zijn nog nooit in staat geweest om de natuur te foppen, meerdere generaties achter elkaar. Nou, dat hebben we geprobeerd. Ja, we zijn heel succesvol in geweest. Ja, en Wageningen, maximalisatie en dat soort dingen. Maar we hebben nog niet in oogschouw genomen wat de effecten op de lange termijn daarvan zijn. Nou, we zien nu wel het begin van de prijs daarvoor te gaan betalen. Moet je wel even zeggen, hij zei van het ging over corona en dat de mensen in staat zouden moeten zijn, want we zijn intelligent en zijn de top de food chain om dat om te turnen. En daar ben ik ook van overtuigd. Ik ben overtuigd dat alles wat nu speelt met de global warming, dat wij als mensen ook een oplossing gaan zoeken. Alleen de vraag die ik me afstelde is, ik vind de mensen heel intelligent. Ja. Alleen zijn we ook zo intelligent of onbaatzuchtig dat we ook nu eindelijk een keer in staat zouden kunnen zijn om beslissingen te maken die niet in één mensenleven invloed hebben. Ja. Maar hebben we ook niet als mens kracht om een beslissing te maken die ook over 3, 4 of 5 generaties dan pas kracht gaat hebben. Dat is de vraag die wij vanaf begin af aan hebben gesteld. En zo, wij hebben 5 kernpunten en de laatste is ook die eindig van, joh, draag deze beslissing bij een betere natuur, samenleving over 3, 4 of 5 generaties. Ja, misschien toch even om het een beetje kader te geven. Kijk, we hebben na de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk de slogan nooit meer honger. Nee, het Marshallplan. Marshallplan, precies, ja. En dat heeft in Nederland daar ook een grote rol in gespeeld. We zijn wereldkampioen. Veredeling, Vrij. Dus, ik heb een van die hoofdwetenschappers, Anton Zeven, heb ik correspondentie mee gehad. Ja. Nou ja, dus even om het een kader te geven. Dus Nederland is een heel productief land. Hè, per vierkante meter, centimeter. Qua opbrengst, zijn wij qua opbrengst. In de documentaire die net verschenen is van Attenborough, worden wij als Nederland ook genoemd. Hè, ja. Van de meest productief land. Maar it comes with a price. En dat zien we ook steeds meer. En dan moeten we dus anders gaan denken. En daar zijn jullie zeg maar al heel voorzienend. Dat is met die 3 tot 5 generaties. Het mes snijdt altijd aan 2 kanten. Dus de vraag is gewoon van oké, we nemen deze beslissing. Nou, er was al geloof ik in die richting de jaren 50 was er al geen honger meer. Dus fantastisch. Alleen er had op een gegeven moment ook een punt moeten komen van oké, we hebben nou die monoculturen ingebracht. We hebben dat veredelingsproces ingezet met die tarwe's. Zijn er ook keerzijdes? En dat punt... Dat hebben we niet gedaan. Nee, en dat is waar ik het over heb. En daar, want ik ben absoluut niet tegen technologie. Wat wij hiermee willen bereiken is juist dat wij naar een hele... Daarvoor heb ik ook heel veel moeite als mensen ons heel erg omhoog zetten. Nee, wij zijn helemaal niet zo goed. Alleen wat wij wel gedaan hebben is, wij zijn die grond serieus gaan nemen. En we hebben een hele mooie grond weten creëren. Daar zijn met hele bijzondere zaden van de Genenbank, ook uit Wageningen, Center for Genetic Resources Nederland, mogen wij de meest unieke zaden, de oudste zaden die er ooit zijn, mogen wij er opnieuw leven inwekken. Nou, dat doen we dus op een gezonde grond. Dat doen we met hele bijzondere zaden die onveredeld, onverrijkt zijn. En dan komt het, maar die geven ook de ruimte. Wij doen niet 12 of 14 ton tarwe. Bij ons komt soms maar 2 of 3 ton tarwe erop. Waardoor er weer schaarste komt. En dat is zeg maar wat voor kwaliteit of kwantiteit. Ja. En dan kom je weer bij die... Als we dit glas met z'n drieën moeten delen of in mijn eentje, dan dat is letterlijk wat het is. Dus jullie moeten ook zeggen, dat het hoort ook bij jullie businessmodel van ja, dit was de oogst, dit is het. Nee, want je moet hem... Ja, dat zou dan in het bestaande systeem zijn. Alleen wij kijken er anders naar. Wij zijn helemaal niet bezig met volume. Wij zijn bezig met voedingswaarde. Ons motto is heel simpel. Waar wij met z'n vieren door gedreven zijn, dat is een gevoel. Ja, dat is heel simpel. Voedingswaarde is smaak. En smaak creëer je door tijd. En dat is wat we doen. Laat ik heel even voedingswaarde. Wat verstaan we daaronder? Vitamine, mineralen? Dat, in de allerbreedste zin van het woord. Dat zijn ook aminozuren. Ja. Maar wat nog veel belangrijker is dat je ook heel veel tijd de fermentatie toevoegt, zodat ze ook vrijkomen. Heel veel mensen hebben het over zuurdesem en over brood en het is gezond. Dat zou in theorie waar kunnen zijn. Als het echt van tarwe en water gemaakt zou zijn. Maar nu komt het meest essentiële wat heel veel mensen niet weten is. Dat pas na 36 tot 48 uur van fermentatie, en dat gebeurt bijna nooit, ga je vitinezuur afbreken.
Een fitinezuur, dat is een antinutriënt, zoals ze dat noemen. Dat is namelijk iets wat bindt. En op het moment dat iets gebonden is, kan het lichaam het niet opnemen. En daarvoor komt weer fermentatie terug. Dus in de brouwerij doen we het tegenovergestelde. Daar zijn wij in staat om pure H2O te maken. Alleen dat kunnen wij niet gebruiken. Want als je H2O, pure H2O toch gaat nemen, dan gaat het uit jouw lichaam mineralen opnemen. Daarvoor drink je wat mineraalwater. Daarvoor is magnesium en calcium cruciaal om in water te hebben. Dat gebruiken wij ook in de brouwerij. Ook in de whiskybrouwerij. En dat is precies tegenovergesteld. En dan kan je het beter verteren in je darmen. Opnemen. Ja. Opnemen. Opnemen. Want het is niet alleen belangrijk... En heel opnemen, veel... wat neem je op? Laat ik het simpel houden. Hoe langer je fermenteert, hoe makkelijker het is voor het lichaam om het in totaal op te nemen. Dus je kan wel iets creëren waar veel vitamine in zitten. Maar als daar geen fermentatiebasis aan past, dan neem je... Want, ja. En eigenlijk weten mensen het ook. Dat mensen weten dat fermentatie onbewust heel goed is, onbewust. Want als je goed gaat kijken waar de mensen... Nou, verslaafd is een zwaar woord, maar wat mensen heel lekker vinden. Chocolade, koffie, alcohol, koffie. Alles heeft een basis fermentatie. Dus het zit al over de generaties vanuit de oudheid al in ons, dat we weten dat fermentatie gezond is voor ons. Ja, dat het is gezond voor onze darmen. Alleen volgens mij, zover als mijn kennis gaat, zijn we ook korter gaan fermenteren om snelheid te creëren. Ja, en snelheid en productief. Bij ons is het letterlijk zo geweest. Wij hadden in eerste instantie het idee van we laten die vaten een jaar staan. Dat klonk wel intellectueel, de vier seizoenen. En dan hebben we een soort van nivellering van het eindresultaat. Alleen toen kwamen Thomas en Piet op een gegeven moment om de hoek zeilen van het leeft nog. Er zit nog leven in die vaten. Wat dus eigenlijk, en toen kwam een beetje de beslissing van ja, dan laten we het staan. Nog maar een jaar. Ja, nog maar een jaar. Dat was zeg maar wel even rekenen. Het was de beslissing. Ja, we hebben er geen rekensom gemaakt, maar achteraf is dat wel ons voordeel geweest uiteindelijk. Want ja, het eindresultaat is er in de ogen van anderen naar. En ja, we hadden gelukkig nog zeg maar de kans om die extra tijden te geven. Maar anders dan hadden we ook dat gedaan. Maar dat is wel een soort van exemplarisch voorbeeld van dat uiteindelijk al die beslissingen gedreven worden door die zoektocht naar die laag dieper eigenlijk. Dus, ja, en iets van kwaliteit heeft dus ook tijd nodig. En fermenteren tuurlijk heeft tijd nodig. Ja, en dat is logisch. Jullie zitten erin. Dat wilde ik net ook aangeven. Wij zijn echt niet zo goed. Alleen wat de natuur ons laat zien is wij willen ook meer, net zoals wij willen meer observeren. Wij willen dat de natuur ons vertelt wat nou die natuurlijke symbiose is. Waardoor het kan floreren uit zichzelf. En dat wij er iets uit kunnen halen. Ja, wat vertelt de natuur als je eigenlijk gewoon goed luistert? Als jij, en op een bepaalde manier toch boerenverstand. Alleen omdat we het zo geautomatiseerd en zo efficiënt hebben gemaakt. Ja. Zijn we bochten af gaan snijden die misschien niet altijd goed... uiteindelijk ook niet goed voor ons als mensen. Dus waardoor onze spijsvertering het niet kan opnemen. Ja, ik zat over dat woord gezond. Voedingsstoffen niet tot ons kunnen komen. Ik vind gezond, vind ik het dus waar. Laten we het gewoon noemen dat de voeding dan beter bij de mens past om te consumeren. Ja. Zo, want ik wil uit die hoeken blijven, want dat vind ik zware claims die we nooit kunnen wijzen. Je wil geen gezondheidsclaim erop, maar nee. Het is wel het hele proces, heeft in ieder geval een natuurlijk proces doorlopen. Ik vind het fascinerend. Ik zou wel een logica claim willen nillen. Als wij het heel simpel gezegd, als ik de groene sticker op een fles die een bepaald keurmerk is moet uitleggen aan mijn zoon van 8, dan ben ik 2 dagen bezig en snapt hij het nog niet. En als ik hem meeneem en ik laat zien wat we aan het doen zijn op de boerderij, dan vraagt hij waarom doet niet iedereen dit? Ja, dan heb ik geen sticker op mijn fles nodig. Weet je wel? En dat is gewoon ook gelijk waar voor ons het boek dicht gaat. En dan weten we dat we met het juiste bezig zijn. Want ik vind het wel leuk, je appelleerde net aan al die documentaires die nu aan het verschijnen zijn. Daar hebben we het heel veel over gehad met elkaar. Van ja, wat is dat nu? Wat doet dit nu met ons? Weet je wel? Er komt heel veel binnen, het gaat slecht, het wordt alleen maar slechter enzovoort enzovoort. En wat wij daarin, onze manier om daarmee om te gaan met die enorme slecht nieuwsshow is door het gewoon te gaan doen. Wel bescheiden, we hebben het over hele grote onderwerpen en dat is vooral, maar wel binnen ons eigen domein. En hoe we dat delen met de wereld is van ja, als je langs wil komen, dan kom je langs.
En dan zijn we er altijd en dan vertellen we het. Maar daar stopt het ook wel een beetje, voor nu. Ja, maar dat is natuurlijk ook door schaalbaarheid willen we stickers, weet je wel. En willen we dat het een soort snelle soundbite is. Ja. En ik bedoel, jullie zijn in die zin in alles daarin anticyclus. Ik wil toch heel graag naar die tak daar. Dus de tak. De boom. Het neem het je niet kwalijk hoor. Nou ja, vertel. Dus dat is de sojaboon. Ja, dit is de plant. En wij hebben vorige week geoogst. En dat is een hele mooie, groene, volle, bijna een struik. Kunnen 1,5 meter hoog worden, heel vol. En op een gegeven moment, het is heel grappig. Hij is bijna 6 maanden onderweg. En het is heel grappig. Op een gegeven moment, medio september, zie je ineens de kleuren erin komen. Er wordt groen, net zoals in de herfst, wordt wat geel. En dan gaat hij afsterven. En we laten hem letterlijk afsterven. Dan staan er alleen nog maar dit soort planten. Vallen de blaadjes, laten we gewoon de tijd laten dat gebeuren. En op het moment dat wij door het veld heen lopen en we schudden aan de peulen en worden ze rammelen, dan weten we van hey, het wordt tijd om te oogsten. En dat is letterlijk wat we doen. En dat is die droogte die je dus ook nodig hebt. Ja, ja. En dan is die een bepaalde vochtheid, is die hard. En dan kunnen maar we heel hard, dus dat is in 4 dagen? Want je zeker nee, vier dagen... als we hem oogst, heeft hij ongeveer nog zo'n 24-30% vocht. En dan laten we hem nog nadrogen. Liefst naar 14%. En dat is heel mooi. Als de AOW-waarde omlaag gaat, wordt die ook automatisch heel lang houdbaar. En dat is gewoon natuurlijk. En dat werkt heel mooi. En ja, dat is hoe wij... Het is ook wel, zeg maar, als je de 4 ingrediënten ziet staan, de soja, de tarwe, het zout en het water, dat is eigenlijk waar we al onze tijd en aandacht in stoppen. Oké, okay, dus dat is de soja. Ja. En dan als we naar het zout gaan... Ja, dat is ook wel een leuk verhaal. Dat is eigenlijk begonnen met van, ja, waar halen we zout vandaan? Nou, dat was in eerste instantie was het... Daar zijn ook heel veel verhalen over. Ja, wat kijk uit wat je nu weer aanzet. Ja, maar ja. Nee, het zout was eigenlijk van, wat is het dichtstbijzijnde, wat een tof verhaal is. Wat is een mooi verhaal. En toen kwamen we al snel bij het werelderfgoed uit in de oksel van Bretagne, in Guérande. Waar het Fleur de Sel vandaan kwam. Nou, jij bent er met Piet heen gereden en een paar barrels met zout meegenomen. Het wordt daar natuurlijke wijze geoogst met de hand. Het wordt door de elementen, hoe zeg ik dat? Neemt de, uit zeewater gehaald. Ja, precies, uit zeewater gehaald. En ja, dat hebben we gebruikt. En achteraf bleek dat een hele goede keuze, omdat we hebben ook testen gedaan met ander zout, wat zuiverder zout. En dat werkte gewoon niet. Dus alleen ook hier geldt weer van, ja, we halen dit nu uit Frankrijk. Dat is net te ver weg eigenlijk. Van, kunnen we dat niet dichter bij huis uit... Ja, en te ver weg in het kader van, dat moet je weer sjouwen met... Ja, we gebruiken nu bijna 4-5 ton per jaar. Dus ja, dat is ook wel weer een soort... Dat is ook weer een footprint. Ja, precies. En het is niet, ja, de footprint ja, maar het is ook gewoon leuker als je het kan laten zien. En dus als we, dat is het entertainment. We willen alles laten zien. We willen geen discussie. We gaan niet mensen overtuigen. Kom maar gewoon langs. En we laten het zien en... En dan hoop ik dat je zelf... Want als je zelf een conclusie trekt, dat is de sterkste overtuiging. Maar ook om het gewoon te begrijpen. Dat het niet, ja, voelen, niet abstract is van dat komt daar en dat vandaar. Wat eerst juist exotisch was. Hebben jullie zoiets van, nee, je moet het gewoon met je boerenverstand kunnen zien. Dat is ook wel uitdaging. In je achtertuin moet je het bij wijze van spreken kunnen even vinden. Met alle respect. Iedereen wil tegenwoordig overtuigen. Maar er is maar één iets wat overtuigend is de natuur. En ik kan het niet... Ik heb altijd sterke ideeën gehad. En dat heeft me de afgelopen 30 jaar heeft me dat niet makkelijk gemaakt. Want dat is echt nooit makkelijk geweest. En dat heeft me ook geleerd dat ik niet meer wil overtuigen. Maar er is één ding wat me allemaal wat me altijd staande heeft gehouden. Dat is gewoon logica. Gewoon logica. Er zijn een paar natuurlijke wetten. En die zullen altijd zo zijn. En daar hou ik me graag aan. Keep it stupid simple. En dat wil ik net zeggen. Wij krijgen natuurlijk fantastisch wat we meemaken. Maar ik denk dat het gewoon is. Goede grond. Goede zaden. De ruimte, tijd, eigen teelt. En ik denk eigenlijk dat wij niet goed zijn. Nee, we hebben de natuur gewoon een kans gegeven. Die heeft gelijk gezegd, ja, dit is het resultaat. Ja, deze schoonheid kunnen we je geven. Maar dus hoe de eer gaat meer dus naar, een, dat wil ik wel even naar benadrukken. Natuur, naar de natuur. Nee, dat is heel nobel. Het zout uit de buurt van Rotterdam. Waar staan we daarmee? Ja, we willen heel graag een van de mooiste nationale parken van Nederland, de Oosterschelde. Hebben we testen mee gedaan. Is ook wel heel grappig. Ook gewoon daar klein beginnen. Ik heb foto's dat hij met de emmers door Nederland overal, zeg maar, watersamples aan het halen is. Waddenzee, overal mee. Dat zou het lekker zo. De Westerschelde was niet zo succes, maar de Oostschelde was een heel mooi resultaat. Ja. En we hebben daar toevallig ook een goede vriend van ons. Die heeft daar een mooie oesterboerderij. Daar zijn we de eerste testen aan het doen. Ik weet niet of dat het... Ja, daar zijn we mee bezig. Dan de volgende, water. Ja, water is gewoon water, toch?
Dat is niet zo. Nee, precies. Nee. Daar is ook heel veel over te vertellen. Ook daar moest ik wel een klein beetje overtuigd worden. Want ja, je kan het filteren en je kan het wat zuiverder maken enzovoort. Alleen je komt ook door de mensen die we mogen ontmoeten met andere mensen in aanraking. En toen ging het heel erg over energie, vitalisatie, dat soort termen. Daar haakte ik eerlijkheidshalve in het begin een beetje af. En denk van, ja, een gelul, weet je wel. En totdat hij het me ook wederom aan mij heeft laten zien wat daar de effecten van zijn. En dus dat is ook, daar zit weer een constante zoektocht in. Weet je wel, van hoe krijgen we nou het beste water? Hoe krijg je het beste water? Ik ben blij dat ik het aan hem vraag. Ik voel het hem al aan. Nou, ik dat entertainment was gewoon laten zien. Niet overtuigen, laat het gewoon zien. Ja, maar gooi hoe het water? Open. Het water. Ja, dat water. Entertainment is duidelijk, maar nu het water. Hoe komen we bij goed water? Is dat grondwater? Kijk, ik kom uit Brabant, dat is goed. Oh, ons grondwater is zo goed. Is het gefilterd water? Nee, wat moet er nog juist wel in zitten, wat niet? De brouwerij staat op Rotterdam-Zuid. En Nederland heeft gewoon gigantisch goed kraanwater, punt. En tuurlijk, als je laat analyseren, zitten er wel 23 dingen in die helemaal niet thuis horen. Maar wat wij hebben gezegd is, nee, we gebruiken het Rotterdamse kraanwater. Alleen, daar zitten wel speciale filters op, helemaal, waardoor we het terug kunnen brengen naar H2O. En dat is heel intensief. Gewoon echt naar de basis. Ja, en wat ik ook zei, maar we hebben wel magnesium en calcium nodig. Dus daar ga je op filteren. En daar worden gewoon mee geholpen. Die erin laat. Ja, dat is echt heel belangrijk. En dat is ook zo bijzonder, want als je namelijk gaat kiemen, gaat leren kiemen in de grond, dan ga je horen altijd magnesium-calcium verhoudingen. Dat zegt helemaal nooit, maar toen, magnesium, calcium is heel belangrijk in de grond, wat voor het kiemen. Maar dan ga je vervolgens in het kiemen en in de plant kijken en dan hoor je van, ja, maar dat is ook magnesium, calcium, maar dat is heel erg belangrijk, want bijvoorbeeld magnesium is heel erg belangrijk voor de fotosynthese. Maar dan ga je naar bijvoorbeeld fermentatie kijken, ja, nee, magnesium, calcium is heel belangrijk voor de fermentatie. En dan ga je verder, trek je nog door, dan ga je naar de mens kijken en dan ga je kijken, ja, ook. Magnesium, dus... ja. Wij hebben het ook nodig. Dus dat bedoel ik met... Ja. En als dat je dan geleerd wordt... Want wij zijn er helemaal bleu in gegaan. Want wat maakt ons nou zo bijzonder... is dat wij gewoon met een hele nuchtere blik erin gegaan zijn. Wars van traditie en clichés. Want wij zijn er helemaal niet in opgegroeid of in grootgebracht. Tijd wat ik begon. Hè? Het is niet de traditie van Rotterdam. Nee, dus... Mijn opa was geen sojabrouwer, kan ik je vertellen. Nee, ik denk dat we dat, dat de geschiedenis terug ook waarschijnlijk niet gaan vinden. Dus wij hebben echt geprobeerd vanuit geschriften om de Japanse manier, traditionele manier van Japanse sojasaus, om dat in ere te doen. Maar er is wel een nuchter Holland sausje overheen gegaan. En dat is nou heel leuk dat je nu Japanners ontmoet. En dat echt blijkt van, we doen dingen toch wel echt heel erg anders. En wat is hun oordeel? Ja, dat is zo... Hoe lang hebben we het niet? Een beetje zweet op je voorhoofd. Er zijn nog mensen gekomen dat ik Toshio Shinko, dat noemen ze Toshio San. Dat is een meervoudig wereldkampioen. Die wordt een beetje de godvader van Soju gezien. Komt ook uit Wakayama, de birthplace of Soju. Dat is gewoon een takumi zoals die gezien wordt. Dat betekent ambachtsman. De hoogste status die hij kan hebben op dat gebied. Ja, en die was in Bordeaux om een onderscheiding op te halen. En die appte, want we hadden contact via Amerika. Het is echt hele verhalen kunnen vertellen. Maar in ieder geval, ik ben naar Bordeaux gegaan. Ik heb hem daar ontmoet. Je had een flesje bij. Flesje bij me. Ik heb daar 2 dagen in een hokje mogen zitten. Hebben samen coaching gemaakt, het beginproces. En daar kan ik uren over vertellen om dat mee te maken. Maar uiteindelijk kwam het moment dat hij onze sojasaus ging proeven. Maar ik had gezegd, ik ga het regelmatig ontmoeten. Maar wat ik niet wist is dat die man... gewoon continu door een cameraploeg wordt gevolgd. Wat Johan Cruijff een beetje in Nederland is met voetbal. Dat is hij in Japan met... Ja. Dus je zit straks in een Netflix-documentaire. Dus wij zijn 2 dagen lang gefilmd in dat hokje. Wat trouwens heel fantastisch was... dat die cameraman was getraind uit Californië. Dus die sprak Engels en Japans. Dus ik kon via die cameraman met Toshio... want die spreekt helemaal Engels. Dus dat was echt een... Anders had het ook helemaal nergens opgeslagen. Was echt een schitterend driehoek. Maar goed, wat toen is het resultaat? Ging hij ons keuren. Maar ik moest even vertellen van die cameraploeg. Ja. Want dan gebeurt het volgende. Dus dan gaat grootmeester jou keuren. Camera erbij. Maar je ziet hoeveel mensen in Japan dat kijken. Wat waterstralen hier en daar. En dan wordt het nog erger. Als wij iets proeven in het begin, was het echt zo van... Oh ja, smaakt wel lekker. Weet je, zo beginnen wij. Nee, dan komt er een Japaner. Die gaat een kwartier lang stokzijn zitten keuren. Nou echt, ik dacht dat ik echt... Je werd getest. Ik werd helemaal gek. Maar ik was iets viel. Niemand weet dat ik hier ben. En als hij het helemaal ruk vindt... Mijn moeder en schoonmoeder weet het niet. Nee, precies. En als hij het helemaal niks vindt, ik ben hier nooit geweest, weet je. Ik ben echt nooit geweest. Ja, dan weten een paar Japanners het, maar dat zal mij niet raken. En
Ja, dat is toen gefilmd en we hebben op Insta een van de eerste filmpjes gedeeld. Dan zegt hij van ja, het eerste wat hij volgens mij zegt, vertaald is... ja, ik kan echt niet geloven dat dit buiten Japan gemaakt is. En dan later zegt hij nog eens een keer, ik vraag me af of dat wij dit kunnen maken in Japan. En daar is eigenlijk wel... Dat is echt een volstrekt absurd, toch? Wow. Dat is, daar schrok wij enorm van, want wij zaten nog steeds trouwens in het begin daarvan. Dus dat was wel heel heftig. Alles wat momenteel gebeurt rondom Tomasu is heel bijzonder, verder dan we ooit hadden kunnen bedenken. En daar is eigenlijk... ja, echt wel een relatie uit ontstaan. Ja. En die gaat wel verder. En toevallig gisteren, een paar weken geleden, bleek we ineens in een film te zitten. Nou, dat was ook even schrikken. Dan zit ze echt in een film. En toen komt ze ineens in beeld. En dan vertelt ze ook over ons. Ook over die foto's. En dan herhaalt hij het weer. En dan heb je echt zoiets van, jeetje. Nee, dat is natuurlijk heel mooi. We zijn bijna al door de tijd heen. Het laatste ingrediënt nog. Dat vind ik toch even om het... Tarwe. De tarwe. Het leuke aan tarwe is eigenlijk dat het overal groeit hier in Nederland. Maar dat het eigenlijk gebruikt wordt als een soort rotatiegewas. Dus tussen de aardappelen en de uien door wordt het gebruikt om de bodem weer te herstellen en rust te geven. En daarmee is het voor heel veel boeren een soort van afvoerputje. Want het komt gewoon op de hoop en het gaat naar het veevoer en daarmee is het klaar. Dus er is ook helemaal geen incentive of drive om iets goeds te doen daarmee. Ja, om het naar een hoge plant te trekken. Of om het goed te laten telen, wat ook nog eens goed is voor de leefomgeving en de biodiversiteit. Dus dat is er helemaal niet. En voor ons is dit ons hoofdingrediënt. En in relatie tot zeg maar, het eindproduct is het maar een fractie van wat het ons aan investering kost. Dus wij kunnen daar een prima prijs voor betalen. Waar de boer zeg maar, voor zijn tussentijdse verlieslatende gewassen letterlijk een goede prijs krijgt. En het dus loont om goed te doen. Ja. En dat is zeg maar ook een beetje de samenwerking die aan het ontstaan is met de boer. Is dat hij een gelijkwaardige partner bij ons aan tafel is. Die gewoon kan boeren in plaats van kan rekenen. Daar komt bij de essentie in de kern. Wij hebben gewoon gezegd, wat moet een hectare? Want je zit altijd aan een economisch model vast. Ja. Maar laten we dan anders naar kijken. Wat heb je nodig om een hectare met tarwe of sowieso een hectare gewoon rendabel te laten zijn? En daar zit onze uitdaging. En we weten al dat dit gaat lukken, want we doen het namelijk al. Ja, wij zijn misschien wel bereid om 10 tot 15 keer de marktwaarde te betalen voor tarwe. Maar dan, wil je die kwaliteit en weer de tijd kunnen geven? Ja, want wil je meten in opbrengst, kilo's, of wil je meten in voedingswaarde en in smaak? Want dat vind ik wel echt een bijzonder verhaal. Wat ik echt nog wel even wil delen is waarom wij dus bereid zijn. Het is via Dan Barber en via Stephen Jones. Hè, dat is een koppel uit Amerika. Stephen Jones is een wetenschapper. Universiteit van Seattle of Washington State University. Yeah. Yeah. Ik ben daar geweest, de Bread Lab. En ik heb een relatie met hem. En hij heeft me een keer beetgepakt. En ik was toen een jaar of 35. En toen zei hij ineens, Thomas, stop nou eens met het ouderwetse denken. Nou, toen had ik even kortsluiting in mijn hoofd van ouderwetse denken. Ik sta hier en voordat ik eigenlijk boos kon worden, toen had hij het zinnetje eruit gegooid, waardoor echt de bodem om me vandaan sloeg, was van joh, stop eens met ouderwetse denken. Ga selecteren op smaak. En ik was bakker en ik kocht tonnen aan bloem per week. En ik was bezig met eiwitwaardes en kwaliteit daarvan, want ik moest volume creëren. En ik had werkelijk waar nooit nagedacht dat tarwe ook een smaak zou kunnen hebben. Ja, dit komt misschien heel kneuterig nu over. Helemaal niet, want dit is het vraagstuk waar heel de wereld zit met hiermee. Hè? Dus bij jou is dat keerpunt eerder gevallen. Want je zal nu geen 35 meer zijn. Dus ja. Dat zal ook niet 35 en een half, half jaar. Je wil er even bij stilstaan. Hè? Dus maar daar is de daarvoor zeggen wij nu ook dat alles wat wij doen, willen we als een wijn kunnen verkopen. Dus ik wil iets kunnen vertellen over de ondergrond, over het zaad, over de teeltmethode, over het soort hout wat we in de vaat hebben gebruikt. De weer van dat jaar, ja, dat is echt de kern. Ja. Anders aanvliegen. En ik over die boeren. Wij komen uit Hoekse Waard en dat is echt heel progressief. En ze willen allemaal fantastische dingen. Alleen je zit wel in een bestaand economisch model. En wij zijn een heel klein op zichzelf staand iets. En wij willen kijken wat het mogelijk is waar in de calculatie nu altijd in de volgorde. Je hebt de retail en uiteindelijk begint bij de grond, maar er zit altijd aan het onderaan van de calculatie. Dus je snapt wel, als je gaat persen, dan blijft er echt... En wij hebben gezegd, ik wil over voor de boer of voor de grond. Of en wij willen letterlijk omdraaien. Dat omgooien en beginnen bij de grond. En wat heeft de grond nodig? Dus wat wij in het businessmodel mee willen nemen, wat kost het de aarde? Ja, nee, prachtig. En ik denk, zo de toekomst. En in onze kleinheid lukt het dan, omdat we zo klein zijn. Als afsluitend, jullie denken zo circulair, zo vanuit een andere manier, toch nog opstartend, hè? Wel 10 jaar bezig, maar nog maar 2 jaar echt dat heel product jong. Naar buiten, ja. Heel jong. En dan komt deze crisis eroverheen.
Hoe we daarmee omgaan? Ja, of hoe raakt het jullie? Jullie worden in sterrenrestauranten verkocht. Dat is of gebruikt. Die zijn nu veel zijn dicht of hebben veel minder gasten. We hebben het begin van het jaar met z'n vier om tafel gezeten van... Hey, dit zou wel eens het jaar kunnen worden dat we een soort van basis creëren... dat we bestaansrecht hebben, weet je wel? Dat we misschien eens de rekeningen allemaal kunnen betalen. Het was wel voorzichtig, of het moet wel heel gek lopen. Of de letterlijke woorden, of de wereld moet stilvallen. Nou, dat gebeurde. En toen was het in maart, geloof ik, begin april, was het echt wel even paniek. Want we hadden 40-45% van onze omzet gaat letterlijk richting horeca. Of horeca-gerelateerde winkels. Alleen ja, wat er gebeurde was eigenlijk dat mensen thuis gingen thuis koken. En viszaken doen het erg goed, delicatessenzaken doen het erg goed. Dus zeg maar met ons bestaande toenmalige klantportfolio... Ja, was er eigenlijk, dat waren communicerende vaten. Dus daarmee was er al vrij snel weer wat rust. En wat eigenlijk nog steeds gaande is, is dat er gewoon heel veel klanten bijkomen. Dus het verhaal spreekt dus klaarblijkelijk, het zijn elke keer olievlekjes. Dus we hebben en zeg maar groei binnen onze bestaande afzetkanalen en er komen steeds nieuwe klanten bij. En natuurlijk, wat we met de horeca zien, dat is echt verschrikkelijk. Maar we onderhouden juist nu heel veel contact met die chefs om zeg maar die feeling daar mee te houden. Omdat ze voor ons cruciaal zijn in wat wij aan het doen zijn. Alleen ja, wat daar gebeurt, daar hebben we helaas ook geen invloed op. En ja, we proberen daar een kleine bijdrage in te doen waar mogelijk. Maar ja, dat is afwachten. Ja. Maar vooralsnog moet ik heel eerlijk zeggen dat het had een stuk rotter kunnen zijn voor ons. Ja, de consument weet jullie nu ook te vinden. Steeds meer en meer. Ja, en dat is voor ons heel fijn. En dat is ook het voordeel dat we dus verschillende afzetkanalen hebben gehad. En ook ons eigen afzetkanaal. Ja. En dat heeft ons een beetje staande gehouden. Kijk, we weten niet wat er was gebeurd als het niet was gebeurd. Misschien was het beter gegaan of slechter. Dat is allemaal koersen komt kijken. Maar in ieder geval heel fijn dat jullie kunnen tot nu toe in ieder geval kunnen voortbestaan. Ik kan het alleen maar omschrijven als goddelijke sojasaus. Jouw woorden. Dat zijn inderdaad mijn woorden. Ontzettend bedankt allebei voor dit prachtige ondernemersverhaal vol innovatie. En heel blij dat jullie er zijn. Dankjewel. Leuk dat we mochten zijn.